allemaal en welkom op mijn kanaal Creatief met Tess. Mijn naam is Tessa en vandaag heb ik een click and collection haul van de Action. En zoals jullie zien ben ik meteen op de website gegaan en gezocht bij de kantoor- en hobbyartikelen. Want ja, ik wilde graag creatieve producten vinden. Maar daarnaast ben ik ook op zoek gegaan naar bingo spullen voor de kinderen, want ik ben bijna jarig. En daarom ga ik een feestje houden en bingo en dat gaan we dan dus doen. En je ziet dat er heel veel wol is wat je kan bestellen in deze winkel. Maar helaas niet zoveel creaspullen. En zeg maar dat oranje vakje is dus wat je kan bestellen. En waar gewoon met dat hartje kan je gewoon op een verlanglijst zetten. En van tevoren moet je dus een winkel aanklikken. En dan krijg je het assortiment uit die winkel te zien, zeg maar, wat je kan ophalen. Dus het kan best zo zijn dat bij jouw Action meer creatieve dingen te koop zijn. Want ik had nog gekeken bij een andere Action en daar was bijvoorbeeld dit blok wel te koop. Maar ja, helaas hier dus niet. Dus eerst bij de kantoor- en hobbyartikelen ben ik gaan kijken. Daarna ben ik bij DecoTime spullen gaan kijken. Heb ik gewoon ingetypt in de zoekbalk. En daarna ook bij Craft Sensations. Dus daar komen we ook zo meteen. En deze mini gelpennen heb ik voor de kinderen uitgekozen. En straks kan je dus een heel overzicht van wat ik heb gekocht zien. Want dat komt hierna. Hier dus de DecoTime spullen. En ik had heel graag bijvoorbeeld de Twin Markers of de Aqua Markers of deze textiel stickers. En je had ook die waterverf ergens. Ja, hier zo de DecoTime Metallic waterverf. Die is ook leuk om te kopen. Of de papierblok, et cetera. Maar die waren er allemaal niet. Dus dat was wel heel verdrietig. Nee, was niet verdrietig. Want ja, andere keer maar weer. En hier dus alle Craft Sensations spullen. En daar zitten dus ook dingen bij waar alleen Sensations in stond. Dus daar kreeg ik ineens koekjes of katten voor. Maar ja, dat hebben we niet nodig. Maar hier konden we dus ook bijna niks van bestellen. Dus ik was wel een beetje teleurgesteld. Maar ja, ik ging toch verder voor de bingo kijken. En daar heb ik wel hele leuke dingen voor gevonden. Deze is ook leuk. Maak je eigen jelly decoratie. Ik ben benieuwd. Die kon ik trouwens niet kopen hoor. Maar leek me wel interessant. Kijk, deze heb je in twee varianten. Glitterboek eigenlijk. En de kinderen op school vinden bij ons glitterboeken echt super leuk. En stun buggies. En ik wilde eigenlijk twee blauwe.
En hier laat ik zo meteen de producten zien. Dus stay tuned. Oké, nou ik heb alles opgehaald. En ja, hier is dus het bonnetje. Ik ga niet alles laten zien, want niet alles is even interessant. En zoals ik net al heb gezegd, waren er helaas heel weinig Crea spullen. Ik hoop bij jullie Action wat meer. Maar bij de Action waar ik ben geweest, daar kon je dus niet zoveel Crea spullen halen. Dus ik ga laten zien wat ik wel heb gekocht. En dat is eigenlijk voor de bingo met de kinderen. Daarnaast heb ik ook nog wat andere dingen voor mezelf gekocht. Maar de meeste dingen zijn dus die ik gekocht heb voor de bingo, voor mijn verjaardag. Want ik ben zondag jarig. En ik ga het dus ook met hun vieren en dan gaan we bingo spelen. Dus ik heb een aantal leuke bingo prijzen. Dus die zal ik laten zien. Kijk nou hoe cute. Super schattig toch? Echt hele leuke kleur staart. Alleen ik vind het lijfje altijd wel ietsjes groter gemogen. Maar hij was, even kijken hoor. Hij was €3,99 en het is dus een eenhoorn met lange staart, zo heet hij. Nou, voor €4 is deze dus echt super schattig. En ik heb hem ook nog in een andere kleur, de paarse kleur. Ik denk dat de meesten dit heel erg leuk zullen vinden. Die zetten we even hier, zo bij elkaar. Dan heb ik ook nog 24 mini gelpennen en deze zijn €2,29. Heb ik nog twee stunt buggies. En die zijn €5,95 per stuk. En je hebt hem in rood en je hebt hem in het blauw. En ik heb dus één in het rood en één in het blauw. Ik moet ze wel nog even uittesten of ze dat doen. Oh, dit is de afstandsbediening die erbij zit. Ziet er wel heel leuk uit. Helaas doet de blauwe stunt buggy het niet, want er zit geen aan- en uitschijfje bij. Oké, dan hebben we ook nog een LOL glitter kleurboek. En deze is €1,79. En er zitten dan leuke glitters bij. En we hebben een mandala kleurboek. Deze is €0,79. Ook leuke tekeningen in. Heb ik nog 30 stuks kleurpotloden. Deze zijn €1,99. En dan heb ik nog twee setjes klei. En deze zijn €1,49 per stuk. Oké, dan heb ik nog twee van deze baby sharks. Eigenlijk knijp haaien. Maar de de-icer had ik dus ook besteld. En die was dus open gegaan of iets in de tas. Die hadden ze gegeven. En ja, dus deze ruikt nu naar de-icer. En ik heb hem al een paar keer in de wasmachine gedaan. Maar ik krijg die geur er niet uit. Deze niet, dus deze kan ik sowieso wel doen. Maar ja, hebben jullie misschien een idee hoe ik die geur eruit kan halen? Want het stinkt echt, het is al minder dan eerst, maar hij ruikt nog steeds wel een beetje ernaar. En deze moet ook nog een beetje drogen. En dan hebben we een 3D puzzelgum. En deze is €0,99. Ja, €0,99. En dit is Mickey Mouse. Echt super leuk. Oh, en deze kan je trouwens ook bij de Action kopen. Maar ik weet niet of het met Click & Collect kan. Deze heb ik ooit een keer gekocht. Maar die wilde ik dus ook bij de giveaway doen. Dus ik zet hem maar even zo erbij. Hij zat toevallig in de tas. Heb ik voor mezelf nog make-up sponsjes gekocht. Ik weet eigenlijk niet of deze goed werken. Dus als jullie deze hebben, laat me weten of die goed werkt. Deze waren... Oh! Trouwens, de knijpballen waren €2,39. De Baby Shark knijpbal. Er zitten er 18 in voor €5,95. Heb ik ook deze eyeliner. Ik ben benieuwd of die werkt. Even kijken, hoe duur was die?
Deze was 99 cent. En die kunnen we dan weer testen. Oh, zo, die werkt goed. Ik ben benieuwd hoe lang die blijft werken. Want ja, je weet natuurlijk niet met dit soort producten hoe lang die blijft werken. Maar hij doet het in ieder geval goed. Dus dat is een pluspunt. Heb ik zo'n vochtvreter gekocht. Deze is €2,85. En die moet je dus in de auto leggen. En dan haalt hij die vocht uit. En als die wit is, moet je hem in de magnetron opwarmen. En daarna kan je hem weer dus gebruiken om weer vocht uit je auto te halen. Dus ik ben benieuwd of deze werkt. We hebben ook nog een deurmat gekocht. Die is 21 bij 80. En die is €8,99. De mat kwam een beetje pluizig binnen. Maar ja, dat kan je dan gewoon vanaf stofzuigen. Deze weegschaal. En die werkt tot nu toe goed. Want deze heb ik al getest. En die is €12,95. Dus deze heb ik ook gekocht. Zo. Hopelijk blijft die staan. Yes. En dan had ik dus nog die ijzers gekocht voor €1,49 per stuk volgens mij. Ja, ruitenontdooier €1,49 per stuk. Nou, dat was het dan alweer. Wij gaan in ieder geval op school leuk bingo spelen. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!